Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lieve broertjes en zusjes. Nou, wat we vandaag gaan doen, dat is eigenlijk waarvoor we hier zijn. Om jullie onder andere natuurlijk al die mooie plekken te laten zien. Maar onze Umra gaat nu echt beginnen. Medina, hebben jullie natuurlijk kennis meegemaakt? We hebben net zojuist, hebben we ons in het hotel omgekleed en onze ihram aangetrokken. Zo, dat is speciale kleding die je aandoet wanneer je de Umra gaat verrichten. In het hotel hebben we ons opgefrist, we hebben gedoucht en vervolgens hebben we deze kleding aangetrokken. En zijn we naar een speciale plek gekomen, namelijk naar Dhul Huleifa. Ik loop nu richting de moskee hier. Dit is één van die vijf vertrekpunten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft een aantal vertrekpunten aangewezen. Dus als je de Umra of de Hajj gaat verrichten, moet je naar één van die vijf vertrekpunten. Omdat wij uit El Medina komen, want we hebben El Medina verlaten, komen wij dus hier naartoe. En vervolgens zetten we onze reis voort. En we gaan hier nu twee raka'at verrichten. En daarna vervolgens gaan we onze intentie neerzetten. De mensen zijn twee raka'at aan het bidden. Ze zijn omrahgangers die de omra gaan verrichten. Ik probeer wat zachtjes te praten, want ze staan in gebed. En ik ga ook even twee raka'at bidden. Nou, we hebben zojuist de twee raka'at gebeden hier in de moskee. We lopen nu naar de bus. Daar gaan we onze intentie neerzetten. Dat betekent eigenlijk dat we aan onze Umra gaan beginnen. Net zoals wanneer jullie Allahu Akbar zeggen om te beginnen aan jullie gebed. En vervolgens een aantal dingen verboden zijn. Je mag niet eten tijdens het gebed. Je kan niet zeggen ik ga even wat drinken pakken. Je kan niet lachen tijdens het gebed. Zo gaan we ook zo meteen in de bus onze intentie neerzetten. En dan gaan we wat opzeggen. Vanaf dat moment, dan zijn ook een aantal dingen verboden. Mogen we een aantal dingen niet. Bijvoorbeeld parfumeren. Ik mag niet iets op mijn hoofd dragen. Ik mag verder voor de rest niet mijn nagels kort knippen. Allemaal dingen waar ik me aan moet houden. En de omrachtgangers allemaal zich aan moeten houden. En eigenlijk leert Allah ons daarmee dat we altijd na moeten denken over wat wel en niet mag. En dat hij degene is die dat bepaalt. Dus we lopen naar de bus. Ik kom hier zojuist aan, hier achter mij. En dan stappen we de bus in, inshallah. Zo, we zitten nu in de bus. En we gaan nu onze intentie neerzetten. Dus we zeggen, labbaik Allahumma umrah. Zeg mij maar na. Labbaik Allahumma umrah. Vanaf nu zijn dus een aantal dingen verboden. En vanaf nu beginnen we ook met het telbiya opzeggen. Dus zeggen we labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Dat blijven we opzeggen totdat we straks in Mekka zijn, de geboortestad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Onze busreis was dus begonnen. We zijn onderweg naar Mekka. Het is een lange tocht van ik denk ongeveer wel 5 uurtjes. En en dan te bedenken, subhanallah, worden een en al door bergen omgeven. Het is eigenlijk gewoon een woestijn. Maar nu, alhamdulillah, heb je ook wel plekken waar je kunt rusten onderweg, waar je kunt eten. Maar je moet je voorstellen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vanuit Mekka naar Al-Medina op zijn rijdier vertrokken is. Hoe lang heeft zijn tocht wel niet geduurd? Hij heeft natuurlijk wel even onderweg heeft hij zich verscholen, schuilgehouden in een grot en daarna zijn tocht voortgezet. Maar het was een lange, vermoeiende reis en hij had helemaal niet de middelen die wij hebben. Een bus, met verkoeling, met airco en eten en drinken onderweg. Dus
zie hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam veel moeite heeft gedaan om zodoende het geloof voor ons veilig te stellen. We zijn aangekomen hier bij de moskee. Wij gaan zo ook richting de Kaaba, inshallah. Daar waar we lang naar hebben uitgekeken, waar we op hebben gewacht. We gaan jullie inshallah meenemen. Ik heb de vlogcamera niet, want die mag niet mee naar binnen. Ik hoop dat het zo ook goed gaat, dat jullie mij goed kunnen horen. Jullie horen het, de mensen zijn nog bezig met de telbiya. Dat doen ze totdat ze El Kaaba zien. En wij gaan ook die kant op, inshallah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. We zijn zo ver. We zijn bij de Kaaba gearriveerd. Omdat we de Kaaba zien, zeggen we een dua. We zeggen Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bis salam. En dan lopen we richting de Kaaba om de tawaf te gaan verrichten. Kom. Hier achter mij zie je dat mensen bezig zijn met de tawaf, waar wij zo meteen ook gaan beginnen. Hoe indrukwekkend is het om hier te zijn bij de Kaaba, die gebouwd natuurlijk werd door Ibrahim en Ismaïl. Twee profeten, Ibrahim en zijn zoon, die de fundamenten hebben opgehoogd en dit heilige huis hebben gebouwd, zodat hier Allah herinnerd wordt en wij Allah gedenken. We gaan aan onze tawaf beginnen. Voor de mannen geldt dat zij hun rechterschouder moeten ontbloten. En dat hebben wij nu zojuist gedaan. Dus we kunnen gaan beginnen. We lopen richting El Hajar al Aswad, de zwarte steen. We zijn bij El Hajar al Aswad aangekomen. Dat betekent dat onze tawaf gaat beginnen. En dat we zeggen, Bismillah, Allahu Akbar. We zijn nu bezig met de tawaf. Je kunt gewoon Koran lezen, dua doen, Allah gedenken. En wij doen natuurlijk ook heel veel dua voor de kijkers van de kleine moslim. Dus wij vragen Allah om jullie te doen slagen, over jullie te waken en jullie te beschermen, inshallah. Achter mij zie je dat ze druk bezig zijn met schoonmaken. Een hele schoonmaakploeg staat klaar. Het wordt hier heel goed schoongehouden. Het ruikt hier ook heerlijk. Het is heel indrukwekkend om hier te zijn. Alhamdulillah. Tussen deze hoek en El Hajar al Aswad, en deze hoek noemen ze Ar-Rukn al Yamani, zeggen we een smeekbede. Die gaan we nu opzeggen. We zeggen dan Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. We hebben net onze tawaf afgerond, 7 rondjes, en dat betekent dat we nu dus achter Maqam Ibrahim, die zien jullie hier achter mij, daar verderop. Dat is de standplaats van Ibrahim. Bekend dat Ibrahim alayhi salam, terwijl hij bezig was met het ophogen van de funderingen van de Kaaba, dat hij daar zou gaan staan om te kijken hoe ver hij was. Nou, dan zeggen we, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. En ga je twee rak'at ga je dus achter Maqam Ibrahim, ga je verrichten. In de eerste rak'a lees je surat al-Fatiha en surat al-Kafirun. Die kennen jullie waarschijnlijk. Qul ya ayyuha al-Kafirun. En in de tweede rak'a surat al-Fatiha en surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Ik ga nu lekker zemzem water drinken. Na die twee rak'a'at achter Maqam Ibrahim is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk zemzem water gaat drinken. Waar natuurlijk heel veel baraka, zegening in zit. En ook genezing, inshallah. Ik zeg bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Dat het inshallah een genezing zal zijn tegen alle ziekten. En inshallah dat je heel veel kennis zult krijgen en een ruime voorziening. Bismillah. Zo, dat waren heel veel bekers. Maar lekker hoor, je krijgt er geen genoeg van. Het is ook de bedoeling dat je over je hoofd wat zemzemwater gaat gieten. Dat gaan we nu doen. Oeh, we gaan lekker nat worden. Zemzemwater, heerlijk. Het
Met water spelen vinden jullie ook leuk, hè? Maar hoe heerlijk is het om zemzemwater over je hoofd te gieten? Nadat we lekker water over ons hoofd hebben gegoten en lekker water gedronken hebben, gaan we nog even naar Al-Hajar al-Aswad toe lopen. En dan zeggen we Allahu Akbar. We groeten Al-Hajar al-Aswad. Omdat de profeet ons dat verteld heeft. Al-Hajar al-Aswad kan je niet baten, kan niet iets voor je betekenen. Maar de profeet zou dat op die manier doen. Dus volgen wij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Even heel kort wat we tot nu toe gedaan hebben. Vanuit het vertrekpunt waar we onze intentie hebben neergezet om een umrah te gaan verrichten, zijn we richting Mekka gekomen. Continu waren we bezig met het opzeggen van talbiya. In Mekka hebben we ons even opgefrist, gedoucht. We hebben onze ihram weer aangetrokken. Voor de mannen, we hebben alleen de ihram aan, alleen deze kleren. De vrouwen, die hebben hun dagelijkse kleding gewoon aan. En vervolgens zijn we met tawaf begonnen. Na de tawaf hebben we 2 rak'at achter maqam Ibrahim gebeden. We hebben water gedronken, water over ons hoofd gegoten en Al-Hajar al-Aswad gegroet. Nu we Al-Hajar al-Aswad gegroet hebben, laten we Al-Ka'ba achter ons en vertrekken we richting de Mes'a. Al-Mes'a, daar gaan we Al-Sa'i verrichten. Wat dat inhoudt, ga ik jullie vertellen. Nou, ik zei net al, we lopen richting Al-Mes'a. Dat is een plek waar je Sa'i gaat verrichten. Eigenlijk heen en weer lopen tussen As-Safa en Al-Marwa aan de andere kant. Dan gaan we dus heen en weer lopen. Van deze berg eigenlijk die hier gestaan heeft tot aan de andere berg Al-Marwa. Als we hier aankomen, daarvoor zeggen we nog wel een Koranvers op uit Surat Al-Baqarah. Dan zeggen we Inna as-Safa wal Marwata min sha'a'irillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun 'alim. Dan ga je hier staan en dan ga je wat ad'iya opzeggen. Als jullie inshallah op Umrah gaan, moeten jullie al deze ad'iya opzoeken, opschrijven en goed onthouden. We lopen nu naar Al-Marwa, we zijn dus onderweg naar de andere kant. Ja, je moet ook een goede conditie hebben, hè, lieve kinderen. Ja, dus het is heel goed als jullie aan sporten doen, zwemmen, voetballen, hardlopen. Want als je hier naartoe komt, moet je ook hard aan het werk. En hier ontvang je ontzettend veel beloning voor. We zijn in aanbidding, we gedenken Allah en we lezen Koran, we doen dua. Maar zometeen moeten we opeens hard gaan rennen. Kijk eens. Hier zie je achter mij, zie je groen licht. Dat betekent dat we zo meteen moeten gaan rennen. Hier zijn we nu bij de andere kant, bij Al-Marwa. We herhalen precies wat we bij Safa gedaan hebben. En dan lopen we weer terug. Dus hier doen we ook weer een dua. En vervolgens lopen we richting As-Safa weer. We zijn zojuist klaar met de sa'i, het heen en weer lopen tussen Safa en Al-Marwa. Je begint dus bij Safa en eindigt bij Al-Marwa. 7 maal. Dus van Safa naar Al-Marwa is 1. Van Al-Marwa naar Safa is 2. En zo eindig je bij Al-Marwa. Nu we daarmee klaar zijn, moeten we nog iets doen. En dan zijn we klaar met onze Umrah. Wat dat is, ga ik jullie zo vertellen. Nou, ik zei al, we moeten nog 1 ding doen en dan zijn we klaar. Wat moet je dan doen? Hetgeen wat we hier gaan doen, jullie zien namelijk kappers hier achter mij, is dat we ons hoofd gaan kaal scheren. Of je gaat kort knippen. Waar zullen wij voor gaan? Is wel allemaal haar straks weg. Het groeit wel weer aan, dat komt wel goed. En ook de vrouwen die zijn terug naar het hotel, die gaan een stukje haren kort knippen. Ja, en wij gaan nu naar binnen. Nou, ik ben er klaar voor. Ik hoop de kapper ook. Zo. Al mijn haren gaat weg. Dan zijn we weer helemaal herboren, inshallah.
Zo. Dat ziet er gevaarlijk uit. Hey, wat is hier nou? Het kietelt een beetje. Daar gaat mijn haar. Er is toch niemand die nu kijkt en denkt, nou, dat staat Oestend voor Ed ook wel goed. Nee, we kunnen het niet zo laten. Nou, lieve kinderen, dit is het eindresultaat. Helemaal kaal. Alhamdulillah. Ik had jullie kort samengevat vanaf het begin tot aan dat we richting Sa'i liepen. Nou, we hebben Sa'i gedaan. 7 keer heen en weer lopen tussen Safa en El Marwa. En daarna zijn we dus naar de kapper gegaan. Hebben we ons kaal geschoren. En daarmee is onze Umrah afgelopen. En dan gaan we nu naar de quizvraag. Ik zei toen we bij Safa stonden dat je een dua kunt zeggen. En dat als jullie later de Umrah gaan doen, dat jullie die moeten opschrijven, goed moeten leren. Welke dua kun je zeggen bij Safa en El Marwa? Laat het ons weten en wie weet win jij een van die mooie prijzen. Assalamu alaikum.